Zijn er boeken die direct gaan over racisme en wat dat betekent voor kinderen als ze gediscrimineerd worden? Vroeg ik me gisteren af. En het antwoord is ja, hartstikke nieuw. Brown Girl Magic. Een printboek van Dalila Hermans en Fatinia Ramos. Over een donker meisje wat gewoon wordt uitgescholden door een wit jongetje. Die zegt, mijn haar is lelijk, je huid is lelijk. En gadverdamme, je hoort hier helemaal niet. En wat dat betekent voor dat donkere kindje, hoe die daarmee omgaat, hoe verdrietig die is, hoe boos, hoe geschokt en hoe ze dat vertelt aan haar zus en haar vader en moeder en hoe die allemaal op verschillende manieren reageren. En je voelt de verdriet en hoe erg dat is. Maar dat is ontzettend invoelbaar vanuit het kind. Ik vind het een geweldig boek voor kinderen die donker zijn en het meemaken, voor kinderen die wit zijn en zich afvragen, doet het er eigenlijk wat toe? Voor volwassenen ook echt mooi. In het Engels en in het Nederlands, voor mensen met een afkomst die ik niet deel. Maar ja, dit is goed. Mooi.